Yes, adres nummer 3. We zijn hier bij Rebecca van Dongen in Goes. En we gaan aanbellen. Kijken of ze er is. Natuurlijk is ze er. Maar of ze open doet. Hallo. Hoi, Rebecca. Dankjewel. We komen gauw binnen. Ja, het waait lekker. Ik heb wat lekkere oliebollen voor je meegenomen. En een kleinigheidje voor de donkere dagen. Wat leuk. Dankjewel. Heel leuk. Mooi. En de oliebollen. Lekker. Zo, leuk dat we hier zijn, Rebecca. Ja, welkom, ja, ja. Leuk. Ik zag net Levi lopen, hoe oud is die? Levi is bijna 16, die wordt volgende week zaterdag 16. Ja, ja, dat is onze tweede zoon. Ja. We hebben Nathan, die is 17, die wordt van de zomer 18. Ezra is 12 en Lucas is 11. Ja, ja. Allemaal tieners. Hey, we hebben het al een beetje gehad, hè, via de chat over... dat ik oliebollen zou komen brengen. Ja. Een beetje terugblikken op 2021. Mm-hmm. En vooruitkijken naar 2022. Mm-hmm. Wat was jouw grootste uitdaging in 2021? Mijn grootste uitdaging was wel... wij hadden een droom voor ogen. Dat was bij mijn ouders gaan wonen. Daar ben ik ook opgegroeid. Zij wonen heel ruim op een hectare grond. Mijn moeder is wat aan het kwakkelen. Beginnende dementie. En we hadden echt de droom om daar te gaan wonen. Ik had ook een nieuwe baan gevonden waar ik ook in opgeleid ben als ambulant hulpverlener. Want daarvoor werkte ik in een boekenwinkel omdat dat eigenlijk mijn passie is. Dus ik ben gaan werken in de hulpverlening. Maar ik kwam al heel snel achter dat ik gewoon dat niet trok. Veel uren werken, combinatie met mijn gezin. Dat ik echt dacht, oh heer, wat moet ik? Goed, uiteindelijk hebben we toch de beslissing genomen van dit wordt hem niet. En ook heel erg dat aan God gegeven van blijkbaar is dat dan niet uw plan. En hebben we dat ook echt los moeten laten. Maar ja, er kwam ook heel veel zegen. Ik kom weer terug in de boekwinkel waar ik heel graag werkte, een christelijke boekwinkel. En ik ben daar gewoon ook heel erg tot zegen. Gewoon, mooi. En hoewel we nu niet kunnen wonen daar, heeft ons wel heel veel rust gegeven, toch? En als je nou kijkt naar de hoop voor 2022, wat is je hoop? Ja, dat we gewoon in verbondenheid met elkaar kunnen blijven. Ook zeker nu ze opgroeien. Als pubers vind ik het een uitdaging om daar als moeder een soort van... ze maken zich toch los, weet je wel. En omdat... om daarnaast te blijven staan en om niet allerlei, als het je zorgen uit te spreken of mijn hoop is, en ik weet dat ook dat God ze vasthoudt en dat we als gezin hecht met elkaar zullen blijven. Wat is je gebed voor het nieuwe jaar? Toch wel dat ik wil leren steeds mijn kinderen weer in Gods handen te leggen en het zelf echt los te laten. Ja. Vind je het goed als ik met je bid voor het nieuwe jaar? Ja? Goed, mooi. Okay. Ja. Yes. Heer, lieve Heer Jezus, lieve Vader God. Heer, wat een mooi verlangen om te leren loslaten. En tegelijk super moeilijk om kinderen los te laten, Heer. In een wereld waarvan we niet zo goed weten waar hij naartoe gaat. Heer, ik wil u vragen om daarbij te zijn. Wilt u in verbinding zijn met Rebecca en haar man? Als het gaat om de opvoeding en het scheppen van gezonde kaders, Heer, voor haar kinderen. Ik wil het gezin zo zegenen met uw liefde en uw aanwezigheid en uw kracht. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ga je genieten van de oliebollen? Ja, dat gaan we zeker doen. Lekker hoor. Goed zo. Ja.